RTL Nieuws. Goedemiddag, mijn naam is Sanne Boswinkel. En ik ben Roderick Veenhoop. Tilburg wil zelf wiet gaan telen en een grote pinpasfraude in Purmerend. Economische top in Davos van start en de arbeidsinspectie pakt meer illegale op. Een meerderheid in de Tilburgse gemeenteraad wil snel tot een experiment komen met legale wietteelt. Het college krijgt opdracht om partners te zoeken die de planten willen en kunnen verbouwen. En de wiet die moet verkocht gaan worden aan de lokale coffeeshops. Ik praat met Johan van den Hout. Hij is fractievoorzitter van de SP in Tilburg en bedenker van het voorstel. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat is het doel? Het eerste doel is om criminelen en overlast te beperken. Steeds meer thuiskwekerijen van wiet zijn in handen van criminelen. Het gaat gepaard met overlast en met brandgevaar. En dat willen we zoveel mogelijk beperken met dit voorstel. Dus een veilige locatie en de criminelen buiten de deur houden. Juist, dat is het belangrijkste idee. Mag het wel? Nee, daarom gaan we, is een van de opdrachten aan het college ook om een hele sterke lobby richting Den Haag te voeren. Zeker nu er nog onderhandeld wordt over een nieuw regeerakkoord. Om dat mogelijk te maken. Dat moet kunnen. Er is een kamermeerderheid die voorstander is van dergelijke experimenten. Dus wat ons betreft zo snel mogelijk. Goed, het doel klinkt mooi. Maar hoe groot acht u nou de kans dat dit voorstel het gaat halen? En dat Tilburg ook echt ongeschonden, dit voorstel ook ongeschonden door alle stappen gaat doorlopen? Ja, nou in Tilburg gaat dat geen probleem zijn, want er is een grote meerderheid die achter dit voorstel staat, 6 van de 10 partijen. Ja, maar goed, daarmee bent u er niet. Nee, dan zijn we er nog niet. Nee, nou ja, op zich, een Tweede Kamermeerderheid achter dit voorstel, dat is ook al duidelijk, dus de Kamer mag nu laten zien wat ze waard is. En ik denk, ja, de Partij van de Arbeid is zowel lokaal als landelijk voorstander van experimenten met gereguleerde wietkweek. Dus meneer Bos mag dit misschien inbrengen in de gesprekken die jij nu voert. Nou, is het probleem in Tilburg groot? Ja, het is groot. We hebben enkele honderden thuiskwekerijen in Tilburg. Die hebben we ook in kaart. Het probleem is dat nog de politie, nog de vuilnisdienst zeg maar, de capaciteit heeft om die allemaal op te ruimen. En dat levert enorm veel overlast op in die woonwijken, maar ook brandgevaren. Er branden elk jaar een aantal van die huizen af, doordat er illegaal en onprofessioneel natuurlijk stroom wordt afgetapt. Die nodig is voor de lampen van die kweek of zo. Dus het is echt een groot probleem. Ja. Dank u wel.